Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sanidump, Salet Uitvaartverzorging, Boels en Van Oort. We zijn ruim over de helft. De wedstrijden worden steeds belangrijker. Welkom op dag 5 van de EK Paardensport in Rotterdam. Het multisportevenement uit het Kralingse Bos. We hebben al genoten van prachtige springwedstrijden. Maar in een mum van tijd wordt de Rotterdam Arena omgebouwd tot dressuurpiste. En dat moet ook, want de Grand Prix Special wordt gereden. En een van de Nederlandse deelnemers komt uit Gorinchem, Emily Scholtens. Ja, ik vind het heel leuk dat EK in eigen land is. Ja, dat merkt je nu ook. Mensen steunen je wel. En ja, dat geeft natuurlijk wel een beetje een kick. Hoewel er veel publiek voor haar op de tribune zit, stelt de kuur van Scholtens toch wel teleur. Haar paard Desperado is het regelmatig even kwijt. Ik begon eigenlijk heel goed. En hij werd wel een beetje zenuwachtig voordat ik die Piaf moest gaan doen. Dus ik kwam er echt niet goed in. Maar ja, oké, op dat moment moet het. Dus je gaat het dan toch proberen. En ik weet niet, toen... jullie hebben het gezien, het ging niet. En ik dacht, ja, ik moet toch doorrijden. En het was vertrouwen even een beetje weg. Dus toen durfde ik eigenlijk de tweede Piaf eigenlijk nog wat minder. Maar ja, dus dat was gewoon... Ik kan het eigenlijk niet zo goed verklaren waarom. Maar het ging niet goed in ieder geval. Je hoort dan iedereen op de tribune zo van... Oh, en dan denk je al, ja, ik weet het. Het is al, ik weet dat het niet goed gaat. Dus, dat is natuurlijk een reactie die ik zelf ook zou geven. Maar op dat moment is dat wel even confronterend, moet ik zeggen. Maar je moet toch doorgaan. Dit is hopelijk gewoon een incident. En we waren hartstikke goed op weg. En sowieso de laatste wedstrijd heeft hij echt heel goed gelopen. Dus ik heb alle vertrouwen in hem. En, dat is een beetje met de paarden. Het gaat soms met de ups en downs. En dat hoort er gewoon af en toe bij. En daar word je ook weer sterker van als het goed is. Dit jaar zijn er wel 3 EK's in Rotterdam. En er zijn allerlei moeilijke termen in de paardensport. En ik ga deze termen aan jullie uitleggen via het hippische ABC. We zijn nu bij de Q en... We zijn nu bij de Q en Q staat voor Quarter Horse. Dat is niet dit paard. Dit is een Shetland pony. Nee, een klein paard. Oké, wacht. Maar de Quarter Horse is ook een klein paard en deze zal je niet zien tijdens het EK. Want deze zijn gespecialiseerd in de western sport en die discipline wordt niet verreden op het EK. Ah, ik ben vervelend zeg. Ho! De R staat voor Roskam en dit is het type borstel waarmee je ronde bewegingen maakt om het paard te poetsen. Wacht even hoor. En paarden vinden dit vaak heel prettig omdat je ze er eigenlijk een beetje mee kan masseren. En je maakt het vel ermee los. Lekker aan! We zijn nu bij de S van stijgbeugel en dit is... Heb je daar last van of niet? We zijn nu bij de S van stijgbeugel en dit is een stijgbeugel. En officieel is het bedoeld als je deze naar beneden doet om de ruiter te helpen het paard te bestijgen. Maar je hebt deze ook met spikes en deze beugels zijn er ook in het kunststof. En eigenlijk is dat allemaal weer innovatie in de stijgbeugel. De T is van Tabby en dat is het reuzenpaard dat reist door Rotterdam. Rotterdam, natte T. Tot aan het EK. En deze is natuurlijk ook te zien op het EK zelf. Dit zijn de benen van Bella Roos, het beste paard van stal, letterlijk. Lange tijd was ze geblesseerd, maar nu is Bella Roos terug en reikt ze de prijzen weer aaneen. Natuurlijk ook door Isabel Wert, de beste Amazone ter wereld. Het is een topcombinatie. Voor
voor de Duitse bondscoach Monica Theodorescu heerlijk om Wert en Belleroos in haar ploeg te hebben. Dinsdag waren ze al de beste in de landenwedstrijd. Duitsland won ook goud. En ook in de Grand Prix Special is Wert met Belleroos van ongekende klasse. Na haar komt nog een aantal concurrenten, maar die zien dat het een lastig verhaal gaat worden. Belleroos loopt prachtig bovenin, de aanleuning is beter geworden en de drafversterkingen en het galopwerk is beter dan ooit. Dorothee Schneider zette al een hele hoge score neer van 85%, Wert gaat er nog eens overheen, ruim 86,5%. Dit moet wel goud zijn, dat kan haast niet anders. Edward Gal is de laatste die namens Oranje in actie komt. En Gal begint goed met zijn vaste paard Loxonic. Een goede uitgestrekte draf, de passage en de appuyementen verlopen ook prima. Maar na de piaf en de galoptour zakt de score terug naar net iets onder de 78. Gal scherpt met Loxonic zijn PR aan in de Grand Prix Special, maar het is niet goed genoeg. Uiteindelijk wordt hij wel de beste Nederlander en eindigt Gal als zesde. Ja, eigenlijk nou, niet zozeer teleurstelling, maar wel met het gevoel dat het beter kan. En dat was gewoon jammer. Het kwam niet helemaal uit de verf zoals het met losrijden aanvoelde. En dat was gewoon jammer dat het dan net even anders uitpakte. Waar lag dat dan specifiek aan? Ja, waar lag het aan? Ja, ik weet het niet helemaal. Het was gewoon net een beetje de spanning misschien van binnen. En dan krijg je overal een beetje een hakkeltje hier, een dingetje daar. En dat kost in al die dingen net te veel punten voor een hogere score. En op zich is die score helemaal niet slecht. Want ik geloof bijna 78. Maar goed, voor hier is het natuurlijk net jammer. Maar goed, ik mag in ieder geval de kuur rijden. Vier Duitsers bij de eerste zes. Met Wert als allerbeste. Logisch dat zij geniet. When horses and rider perform so well and so elegant and so much harmony and so much expression, it's just delightful. Isabel Wert. Zij is dus de koningin van het EK dressuur, Isabel Wert. Ze is voor de 19e keer Europees kampioen. En dan moet de kuur op muziek nog komen. Wordt dat ook weer goud? Je ziet het in EK TV. Tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sanidump, Salet Uitvaartverzorging, Boels en Van Oort.